Voor de crisis was ik opleidingscoördinator verbonden aan GGD Groeit. En toen corona uitbrak, toen stopte dat eigenlijk meteen. En ben ik toegevoegd aan het crisisteam als procesleider PSH, psychosociale hulpverlening. Maar wat is psychosociale hulpverlening? Psychosociale hulpverlening, het woord zegt het al een beetje, helpt mensen die zorgen hebben. In dit geval naar aanleiding van de coronacrisis. Hè. Mensen op IC's die maken heel veel nare dingen mee. Die hebben behoefte om daarover te praten. Mensen in verpleeghuizen die opeens het verpleeghuis niet meer uit mochten. En er was bijvoorbeeld een meneer in een zorgflat die corona had gehad. En dat gaf weer heel veel angst en onrust bij zijn buren toen hij weer thuis kwam. Nou, daar hebben we bijvoorbeeld ook een rol bij gespeeld om de mensen gerust te stellen, informatie te zorgen dat ze de goede informatie kregen. Dat. Wat zou je altijd bijblijven? Ja, gewoon onderdeel zijn van dat hele gebeuren, zeg maar. Dat vond ik erg mooi. En te zien ook hoe ook al mijn collega's in actie kwamen en hoe de teststraat in no time is opgezet. Door collega's die nog nooit met dat soort werk te maken hebben gehad. Hoe we als crisisteam hebben samengewerkt met elkaar. Dat vind ik gewoon prachtig om te zien. Ja.